Volgens mij is dit wat ze altijd bedoelen met opgeheven hoofd, toch? Ja, voor nu nog niet. Het is teleurstellend. Je stopt er alles in wat je hebt. We kennen de situatie waarin we zitten en we proberen het City zo moeilijk mogelijk te maken wat we goed hebben gedaan. We hebben goed verdedigd, denk ik. Als je dat vergelijkt met de andere wedstrijden in de Champions League, geen fouten gemaakt. En dan hebben ze toch nog wel de kwaliteit om die 1-0 te maken. Als dat zo laat in de wedstrijd gebeurt, dan is dat, doet dat gewoon pijn. Ja, was het toen al afgewisseld? Leek een beetje aangeslagen. Hoe gaat het nu? Ja, ik heb wat last van mijn zij. Ik ben erop gevallen en ik probeerde nog door te gaan, maar op een gegeven moment was het klaar. Richting zaterdag, twijfel nu of niks? Verwacht ik niet. Je zag vandaag, of tenminste ik zag vandaag, iets weer van die oude teamgeest bij jullie ook terug, compact. Voelt dat in het veld ook zo? Ja, dat voelt ook wel zo en dat is ook wel zo in andere wedstrijden. We stoppen er alles in en we zitten nu in een situatie waarin het allemaal even tegen zit. En hier kunnen we wel weer mee verder, denk ik. En we moeten gewoon vertrouwen houden in onszelf. We zitten nu even in een fase wat ieder team in het voetbal heeft gekend. En we zijn nieuw en ondanks dat moeten we die wedstrijden wel winnen. Laat dat voorop staan, maar we zijn niet in paniek en we werken keihard om dat om te draaien. Want deze past ook toch wel weer in het verhaal van dit seizoen. Hè? Dat het toch tegen zit en dan vlak voor tijd toch weer zo zuur. Ja, dat is misschien wel zo, ja. En dat is jammer, want je had natuurlijk een heel goed gevoel overgehouden als je vandaag 0-0 had gespeeld. Of laat staan 0-1. Je krijgt nog misschien wel de grootste kans van de wedstrijd. Ja, dat klopt. En dat is jammer. Vooraf hoor je bij iedereen het pessimisme, dat zullen jullie als ploeg ook meekrijgen. Van, we hopen, we tekenen voor 5-0. Hebben we één supporter vandaag bij Rijnmond op laten tekenen. Motiveert dat je nog meer, of had je er echt rekening mee gehouden dat dit kon, wat jullie vanavond lieten zien? Nee, maar dat sluit je af. Dat sluit je af. Daar kan je gewoon niks mee. En je stopt er alles in wat je hebt en dan kan je daarna als team zijn in de spiegel kijken dat je dat ook hebt gedaan. En het geloof is er nog steeds in het team wat we hebben en wat we zijn. We moeten groeien, we moeten beter en we werken keihard. Je bent Europees uitgeschakeld nu natuurlijk. Maar is er toch nog straks dat heilige vuur omdat je niet met 0 punten als eerste een Nederlandse club wil eindigen? Ja, thuis in de Kuip tegen Napoli kan nog een mooi potje worden. En hopelijk kunnen we dan nog wat geven in de Champions League.